Vanuit de fabriek is dat cultuur in actie. Iedereen doet hier gratis mee. Er staan hier hartstikke veel cameramensen die ja, misschien nu wel het Songfestival achter de rug hadden. Ja. Hoeveel van jullie hadden meegedaan aan het Songfestival? Steek eens even je hand op. Jij? Waar had je gestaan? Achter de zaal, hoog in de ring. Echt waar? Achter de zaal, hoog in de ring. Hoe oud ben je? 22. Mag je het volgend jaar doen? Ik hoop het. 22, ja. Songfestival gemist. God. Ja. Kees Brouwer is hier. Commercieel directeur van Pieter Smit en Steven Kroon. Sales, afdeling sales. Niemand behalve de mensen in de know. Mensen die weten wat je nodig hebt om van A naar B te gaan, weet denk ik precies wat jullie bedrijf doet. Vertel het eens. Kom dicht bij de microfoon. We zijn een logistieke dienstverlener in de evenementensector. Pieter Smit bestaat dit jaar 40 jaar. Ja. Pieter is begonnen met twee vrachtwagentjes als decorbouwer. En uiteindelijk zijn we uitgegroeid tot een bedrijf met 7 vestigingen in Europa en 1400... Voor wie werken jullie? Voor welke producties leveren jullie de spullen van A naar B? Zeg eens. Steven. Een grote verscheidenheid aan producties. Van namen kleine... wil ik horen. Ja, echt wil je namen horen. NDT, Nederlands Danstheater, diverse operagezelschappen, reisopera, toneelgroepen, toneelgroep Maastricht, het Zuidelijke Toneel. Alle producties. Wie heeft het mooiste decor dat je ooit in een wagen van jullie hebt zien verdwijnen? Nou. Dat is een goeie. Dat is niet te doen. Zoveel? Zoveel. Ja. Ja. Of weten jullie het niet meer? Denk dat je van, ik gooi er een doek overheen en dan is het wel oké? Okay. Nee, als het maar veilig aankomt. Nee, want je houdt van het vak of niet? Ik bedoel, je bent ermee geboren of niet? Ik bedoel, dus hoeveel mensen werken er bij jullie? In Nederlands vestiging hebben we 35 mensen op kantoor zitten. En een stuk of 30 freelancers die geregeld voor in Nederland ons werk zijn. En in de groep werken er 220. 220? Ja. Alleen in Nederland of bij al die bedrijven in Europa? In Europa 220. En hoeveel van die mensen zijn nu nog aan het werk? In Nederland werken, denk ik nu, de garage werkt fulltime door. Want we hadden behoorlijk achterstand met de onderhoudwagenpark. Want we konden gewoon daar bijna geen mensen voor vinden. Dus de garage werkt door en de administratie. En een aantal werken gewoon een aantal op kantoor en de rest werkt thuis. Hoeveel vrachtwagens? We hebben aan kentekens een 1400. 1400? Van 250 trucks. Om zo'n grote trailer voor te trekken. En ook nog een kleine 250 bakwagentjes. En jullie bedrijf zit in Nieuw-Vennep. Is daar een parkeerplaats met voldoende ruimte om dit allemaal weg te zetten? Daar? Niet alles. Nee, dat was ook dus het hele grote probleem. Op een gegeven moment in maart begon natuurlijk de coronacrisis. Ja. En heel veel theaterproducties die moesten natuurlijk stoppen. En we hebben ook gezegd van ga alsjeblieft, hou het in de vrachtwagens. Want we willen ook graag de klanten erbij blijven houden. Houd het in de trailers, laat het staan en zet het alsjeblieft bij je eigen, op je eigen terrein neer. Want wij hadden de ruimte ook niet voor. Dus al die spullen staan nu opgeslagen in vrachtauto's van jullie, vaak bij de terreinen van het theatergezelschap? Deels wel, deels niet. Ja. Dus sommigen hebben gezegd van we gaan het toch weer uitladen, maar anderen hebben het gewoon laten staan. Ja, ik wist niet wie jullie waren, dus ik zat gisteren even te kijken naar het bedrijf. En toen zag ik plotseling dat in april de koningin langs is geweest, Maxima. Ja. Klopt inderdaad. Hoezo? Ja. Wat kwam zij doen? Midden in de coronacrisis. Dat ging eigenlijk vanuit de TLN-organisatie. De overkoepelende organisatie voor transport. En zij wouden graag een hart onder riem steken bij bedrijven die het hardst getroffen waren. Nou, en dat waren wij. Bij ons is het eigenlijk echt van... Maar hoe gaat het dan? Krijg je dan een telefoontje? Van wie krijg je een telefoontje? Ik kreeg op maandagavond een telefoontje om 10:00 van... van TLN zelf, van de overkoepelende organisatie. En zeiden van, we willen woensdag langskomen. Is dat mogelijkheid toe? Want we hebben de keuze tussen vier transportbedrijven. En vertelden ze erbij met wie? Nee, niet meteen. Nee. Ah. Dus het was meteen een uurtje later. Ze zeiden, oké, jullie zijn uitgekozen. En een dag later kwamen de mensen al binnen om een check te doen. En woensdag was het er al. Dus was de koningin Maxima daar. Dus het ging heel snel. Normaal doe ik het 2 maanden. Dus het was heerlijk. Lekker kort. Was het prettig om haar binnen te krijgen om aandacht te vragen ook voor de situatie waarin jullie zitten? Ja, absoluut. Wat gebeurde er dan? Nou, het is gewoon een goede hart onder de riem voor de ondernemers. Ik bedoel, je bent met z'n allen heel erg hard aan het werken om mooie dingen te doen. En uiteindelijk gebeurt zoiets. En dat er dan iemand van de koninklijke familie langskomt, dus, geeft zeker een hart onder de riem. Ook vanuit alle mensen die gewoon berichten sturen. Ja, wat wilden ze weten van jullie? Hoe wij uiteraard met deze coronacrisis omgaan. Ook het aantal mensen die er werkzaam zijn in deze sector. Dat zijn echt wel de dingen waar we het over gehad hebben. Mag ik jullie vragen wat het je kost per maand, deze crisis? Nou, omzetverlies is 85%. Ja. Hoeveel is dat in klinkende euro? Het is heel veel. Ik schat rond de 25, 30 miljoen. Per?
Wij zijn van op jaarbasis, ja, sorry. 25 tot 30 miljoen euro. Ja. De zomer van 2019 was de drukste zomer in de geschiedenis van ons bedrijf. Dan wisten wij van gekkigheid niet waar we de mensen vandaan moesten halen. Ook de wagens niet. En nu hebben we het rampjaar 2020. Ja. Dat is een overgang die is bizar. Dus, maar dan is het wel zo, zoals vorig jaar is het onze de hele drukke seizoen in de zomer. En dan rijden we eigenlijk voor de grote artiesten die door Europa toeren. Wie zijn dat bijvoorbeeld? Vorig jaar hadden we... Pearl Jam zouden we dit jaar doen, bijvoorbeeld. Zij boeken jullie dan en jullie doen dan het hele concert, het hele tournee, rijden ze met jullie. Zij vragen een offerte aan, zij sturen de speellijst en dan maken wij een offerte van dit kost het per trailer. Hebben jullie ook contact eigenlijk met die mensen die je misschien wel eens zou willen ontmoeten? Nee. Voor wie je werkt? Het is allemaal management waar je voor werkt en ook heel vaak als subcontractor waar je voor partijen werkt. Wie was de leukste artiest, klant waarvoor je ooit gewerkt hebt? Leukste. Ja, dat is moeilijk. Je gaat niet meteen met een artiest om tafel zitten. Nee, dat snap ik. Maar ik wil een beeld krijgen van wie jullie inhuurt. Vertel mij de grote namen die met jullie gewerkt hebben. In Nederland? Ja. Wat er in het theater staat, daar hebben wij ongeveer wel mee gewerkt, denk ik. Ja. En in het buitenland? Buitenlandse artiesten? Pearl Jam, rechtstreeks doen we dat. Celine Dion, dat is de grootste ter wereld. Zou ook weer op tour gaan dit jaar, gaat ook niet door. André Rieu, doen jullie dat? De hele handel, al die decors van hem? Alle vrachtwagens heeft André Rieu nodig voor een concert. Afgelopen jaar was het iets van 10, 15 wagens die door Europa toerde als ergens een show is. En Celine Dion, wat neemt hij mee? Die zou voor 22 grote trailers aan spullen meenemen. Dus licht, geluid, video, garderobe. Ja. 2019 was jullie topjaar. Wat was begroot voor dit jaar? Zou dit nog een beter jaar worden of een beetje vergelijkbaar? Niet zoals vorig jaar. Het zou een goed jaar worden, maar niet zoals vorig jaar. En als je het hebt over vet op de botten, hier kan je niet tegenop sparen natuurlijk. Tegen een inkomstenderving van 25 tot 30 miljoen, denk nee, ik. Nee, wat je doet natuurlijk is gewoon alles bevriezen. Waren ze uit de verzekering halen en alles gewoon stilzetten. En gelukkig, weet je, het is een bedrijf van 40 jaar... Waar we in bestaan. Ja. En dat is gewoon de kracht. Weet je, Pieter heeft gewoon altijd heel alles in het bedrijf gestopt om gewoon sterk te staan. En ja, dat moet. Maar mag ik de gevaarlijke vraag stellen aan jullie? Redden jullie het? Ja, absoluut. Nog wel. Ja. Nog wel. Ja. Hoe lang kan dit nog doorgaan voordat je echt serieus in de problemen komt? Nou, wij willen in september wel weer het theaterseizoen in ieder geval beginnen, eerlijk gezegd. Dan moet het echt wel los. Dan moet het echt wel weer losgaan. Want de mensen zitten ook thuis, onze inspatiënten, chauffeurs. Je kan wel alternatieve werkzaamheden verzinnen, maar die zijn een keer gedaan. Houd op. Ja. En stel nou voor in het slechtste scenario dat in september de regering zegt van ja, het valt toch tegen. En we kunnen de theaters nog niet open laten gaan. Wat dan? Moet ik in doemscenario, daar wil ik liever niet aan blijven positief. Ja, je moet in ieder geval denken aan aflopende contracten die niet verlengd gaan worden. Wij werken heel veel met freelance chauffeurs. Mm-hmm. Ja, die worden nu gewoon niet gebeld. Ze zouden ook al toertjes rijden. En die mensen die zitten nu thuis op de bank. Ja. Wij realiseren ons dat natuurlijk niet. Hè? Als je naar een theatervoorstelling gaat, wat er aan de achterkant allemaal nodig is. Nee, absoluut. Maar dat is gigantisch. Nou, ik had het er vanochtend nog met Steven over. Ik bedoel, vooral in de evenementen en de cultuur. We hebben natuurlijk niet echt een... Daarom is dit natuurlijk fantastisch. Als de boeren iets hebben, of de bouw, dan gaan ze meteen, hup, zijn ze er en doen ze iets in Den Haag. Het is zichtbaar en het is zichtbaar. Ook afgedwongen. En als de politie zegt, we hadden liever niet dat je op de A4 ging staan, dan komen ze toch. Precies. Levert veel publiciteit op. Hebben jullie erover nagedacht? Liefveld omsingelen met... Je hebt trucks genoeg. Ja. Alles kan, ja. Weet je, als het mag. Maar wat ik wil zeggen is, hun hebben dat natuurlijk in het verleden al vaker gedaan om even massaal iets te doen. En wij moeten echt ook dat, denk ik ook voor de toekomst, zoiets ook voor onszelf regelen. Voor de cultuursector, evenementensector, om te zeggen van oké, als er weer iets gebeurt, dat we er wel massaal staan ook. Want dit is wat we nu aan het doen zijn, is natuurlijk een lieve actie. En hopelijk valt het op. Absoluut. Maar wat we natuurlijk weten is dat... ik neem een dag als gisteren. Als je naar de Dam gaat... Ja. Dan ben je de opening van het journaal. Ja, dat is hard. Denk je dat je meer die kant op moet? Ik weet niet of het wijs is. Weet je, wil je forceren? Je kunt natuurlijk acties doen die zo spontaan zijn en het gewoon doen. Kijk, als over 3 weken niets gebeurt, dan weten we dat de buitenfestivals weer door kunnen gaan. Ja, er kan een moment komen hè, dat je
scherper moet gaan varen, denk ik, om aandacht te vragen voor je problemen. Het gaat, absoluut, ja. Absoluut. Het gaat wellicht wel komen, absoluut. Hey, ik wens jullie hartstikke veel succes. Ik hoop dat dat lukt in september, dat alles weer open gaat. En dat Céline Dion met haar koffertje in die, wat was het, hoeveel vracht, 22? Veel. En alle Nederlandse theaters weer bezocht gaan worden. Ja, ja, dat is het meest belangrijk. Nou ja, bedankt maar voor jullie. En ik hoop dat het lukt. Hier is een eerste aanzet gegeven in ieder geval. Achter mij staat het bord. Zet daar je handtekening op en zeg nog één keer, neem het zoals het is. Hoeveel mensen zijn er afhankelijk van Pieter Smit, van jullie transportbedrijf? Verdienen daar een boterham aan? Freelancers, vaste dienst, alles? Binnen Nederland. Binnen Nederland 75, ja. Met freelancers erbij en in de groep 220. 220? Ja. Zetten we erbij op de teller op het bord. Hartstikke bedankt. Kees Brouwer en Steven Kroon, dank jullie wel en veel succes. Ja, dankjewel.